Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En dit is misschien wel de belangrijkste video die je het hele jaar gaat bekijken. En dit is de bewezen EE Product Research System. Zoals je weet gaat dropshipping om het vinden van de winnende producten. En ik ga je precies uitleggen hoe wij dat doen en hoe wij dat voor onze andere studenten doen. En hoe jij dit voor jezelf kan toepassen. We gebruiken alleen maar gratis tools. Dus we hebben de Ecom Elite Product Index. We gebruiken Google Trends. We gebruiken Amazon Bestsellers, Movers and Shakers, / in de lift. Marketplace Bol.com, AliExpress DS'ers, Facebook Ads Library en zelfs YouTube. Nou, hierdoor kan je dus winnende producten gaan vinden zonder ook maar een euro uit te geven aan advertenties. Nou, waar kan je dan deze winnende producten vinden? Die kan op Facebook Ads Library, TikTok Ads Library, Newsfeed, DS'ers, AliExpress, TikTok, Facebook Newsfeed, Instagram Newsfeed. Nou, hoe kan je deze sales trekken van concurrenten? Kan je door middel van PPCpy en AliHunter doen. Ze zijn niet super accuraat, maar kan je wel eventueel gebruiken om een site langere tijd in de gaten te gaan houden. We gaan er gelijk induiken hoe jij dus winnende producten gaat vinden. Nou, ik heb mijn eigen 9 criteria gemaakt die ik gebruik voor het vinden van winnende producten. Dit heb ik de afgelopen 4 jaar voor mezelf toegepast en de afgelopen 2 jaar voor meer dan 150 andere dropship bedrijven. En het gaat om de volgende 9 criteria. Het verbeteren van zelfvertrouwen, verbeteren van gemak, oplossen van een probleem, / een behoefte vullen, besparen van tijd, besparen van geld, extreem uniek, verbeterde kwaliteit van leven, vrouwendominant en de hoge geschatte waarde. Van deze 9 criteria moet een product aan minimaal 3 van deze 9 criteria voldoen om door te gaan naar de volgende stap. Mocht er een product aan slechts 2 van de 3 criteria voldoen, maar wel aan extreem uniek, dan kan je alsnog dit product meenemen naar de volgende stap. Ik ga je deze 9 criteria nu stap voor stap uitleggen wat ze precies betekenen en hoe je deze kan analyseren bij het product. Je hebt dus producten die bijvoorbeeld het zelfvertrouwen van de klant verbeteren. Dus wordt een klant, een potentiële klant, krijgt hij meer zelfvertrouwen door jouw product. Dat is een hele belangrijke om te kijken van, hey, voldoet jouw product aan deze criteria? Het verbeteren van gemak. Is jouw product een product dat het leven gemakkelijker maakt van de klant? Dan gaan we naar een probleemoplossend product, dus lost een probleem op / vult een behoefte. En ja, mensen willen dus heel graag geld betalen voor hun probleem. Dus zoek naar bestaande problemen die er zijn en los deze op met je producten en je gaat garandeerd meer geld verdienen. Nou, het besparen van tijd. Als mensen dingen hun leven makkelijker kan zijn, als ze daardoor tijd kunnen besparen, dan zijn ze bereid daar geld voor te investeren. Het besparen van geld is ook een cruciale. Dus als je een product hebt gevonden dat veel minder geld kost dan een ander alternatief, is dat heel interessant om te kunnen gaan verkopen. Nou, extreem uniek. Wat bedoelen we met extreem uniek? Extreem uniek is alles dat eigenlijk niet snel gevonden kan worden in fysieke winkels of dat je niet snel voorbij ziet komen. Bijvoorbeeld producten met meerdere functies. Het verbeteren van kwaliteit van leven. Dus als jouw potentiële klant een beter leven krijgt door jouw product, is dat een super goede insteek om mee te beginnen. Dan hebben we het stukje vrouwendominant. Dat is een hele belangrijke factor, want 8 van de 10 producten die ik zelf als winnaars verkoop en die mijn studenten verkopen, zijn vrouwendominant. Dus kijk naar vrouwengerelateerde producten die je kan vinden voor jouw dropship store. Hoge geschatte waarde. Dit vind ik een hele cruciale en dit gaat niet om plastic troep die je via AliExpress verkoopt, maar het liefst producten met die iets hogere geschatte waarde hebben en dus ook een iets hogere verkoopprijs hebben. Dus bijvoorbeeld 40, 50, 60 of zelfs 70 of 80 euro. Waardoor de klant denkt van, hey, dit kan wel een goed product zijn. Oké. Nou, mocht dit product dus bijvoorbeeld aan 2 van deze 3 criteria voldoen, maar wel een stukje extreem uniek, dan kan je alsnog naar de volgende stap. Oké. Google Trends. Je hebt dus nu je product gevonden en je bent door de eerste stap heen gegaan van de EA Product Index. Je product voldoet aan 3 van deze 9 criteria minimaal of 2 van deze 9 met extreem uniek. En nu kan je dus kijken of jouw product zit in een trending markt. We willen alleen producten gaan verkopen die in een trending markt zitten, die stijgend zijn. En het liefst evergreen, dus die niet seizoensgebonden zijn, maar ik pak liever producten die nu in een stijgende lijn zitten. Nou, waar moet je dus naar kijken? Je hebt bijvoorbeeld de fashion niche. En de fashion niche is eigenlijk een niche waar altijd veel interesse in is. Kijk naar het land van targeting, het land waar je zelf draait. Nou, in dit geval Nederland. Zet hem op de afgelopen 90 dagen en zet naar Google zoeken.
Hier zie je volledig de hele grafiek staan en je wil dat die momenteel boven de 35 is. Nou, je ziet in heel deze grafiek van de lijn dat hij niet eens één keer onder de 50 komt. En daarin kan je dus zien dat hij momenteel boven de 35 zit. Je wil ook dat die 50% van de tijd boven de 50 is. Dus de helft van deze tijd van deze volledige grafiek, dat die boven de 50 zit. Nou, zoals je bij fashion kan zien, is er altijd interesse en mensen willen altijd kleding kopen. Dus is dit een bijzonder goede niche om in te gaan verkopen. En de derde is grafieken stijgend van begin tot eind. Je ziet hier dat hij begint rond ongeveer, laten we 60 en hij eindigt bij ongeveer 70. Dan zie je dat hij stijgt. Het is niet super grote stijging, maar omdat deze grafiek al geheel al zo stijgend en zo hoog is, kan je deze niche zeker gaan testen. Dus hiermee valideer je dat een niche een trending markt is om in te gaan verkopen. Nou, dan ga je even kort checken of je je product op bol.com kan vinden. En deze tool gebruik ik eigenlijk voor het gebruiken van foto's. Bol.com verkopers hebben vaak Nederlandse tekst en die gebruik ik dus vaak in mijn productomschrijving. Hierdoor kan je even checken hoeveel pagina's er op Bol staat, check even de concurrentie, check de reviews van de producten. Er is hierbij geen minimale omzet nodig, je hebt geen Bollo of Riley of andere tool nodig om de potentiële omzet te trekken van deze producten. En de verkoopprijs hier van 39,95 is totaal niet relevant voor de verkoopprijs die jij verkoopt. Want wij focussen met Shopify dropshipping puur op impuls aankopen, waardoor we dus een hogere prijs kunnen vragen dan de andere concurrenten, meer winst kunnen draaien en uiteindelijk ook meer geld kunnen verdienen. Oké, het andere hele belangrijke is Amazon Movers and Shakers. En Amazon Movers and Shakers is eigenlijk in de lift. En daarin vind je dus trending producten die dus nu stijgend zijn op Amazon. Een grote kans als ze dus op Amazon verkopen, dat ze ook goed kunnen verkopen op Shopify. Nou, welke niches ik sowieso aanraad om te bekijken bij Amazon Movers and Shakers zijn dus vrouwengerelateerde producten, babyproducten, beautyproducten, gezondheid en persoonlijke verzorging, fashion, speelgoed en spellen en de huis en thuis. Huis en tuin. Wat ik wil dat je gaat doen, is dat je 20 producten gaat vinden uit 3 tot 5 niches via de Amazon Movers and Shakers die je ook op AliExpress kan vinden. Dat is jouw eerste opdracht voor vandaag. Dus ik zet de video nu op stop. Neem even de tijd om dit op te schrijven of letterlijk 20 producten te gaan doen. En dan gaan we meteen weer door. Oké, je zoekt je product dus even op AliExpress. Nou, hoe zoek je je product dus op AliExpress? Dit kan heel makkelijk via AliExpress zelf, maar het kan ook via de app DS'ers. Gebruik enkelvoudige termen om je producten te vinden en wees hierbij voorzichtig met spelling en grammatica. Zorg ervoor dat je de juiste spelling doet van je product, anders ga je je product niet vinden. Opdracht bij deze is 20 producten vinden via AliExpress die voldoen aan de categorie, dus aan de 9 criteria. En aan Google Trends en dus daarbij ook voorgaan bij de volgende stap. Hierdoor leer je niet alleen mijn gehele product research strategie, maar je gaat het ook toepassen voor jezelf en dan kan je daarbij beter resultaat gaan behalen. Oké, dan heb je scroll naar dit vindt u misschien ook leuk plus bestsellers. Zoals je kan zien heb je dit vindt u misschien ook leuk plus bestsellers onderaan een AliExpress pagina staan. Daarin kan je dus producten zien die gerelateerd zijn aan het product dat je hebt gevonden en misschien ook potentiële winnende producten zijn. Nou, in dit geval heb je heel veel verschillende eeltverwijderaars en kan je dus kijken welke eventueel de beste is voor jou om te gaan verkopen. Daarin kan je dus ook meerdere productideeën ophalen voor je Shopify Dropship Store. Oké, je kan je producten dus ook gaan vinden op Facebook Ads Library. En waar we daarin dan zoeken is naar een langere looptijd dat je product dus niet één dag aanstaat en meerdere creatives zoekt van het product en dat meerdere advertenties gerund worden en meerdere gebruikers deze advertentietekst ook gebruiken. Nou, op welke woorden kan je nou deze producten vinden? Ik raad je aan om de volgende woorden te gebruiken en dat zijn 50% korting, gratis verzending, vandaag besteld, 1 plus 1 gratis, vandaag besteld, vandaag verzonden, beperkte voorraad, nu kopen. En de landen om op te gaan zoeken zijn Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, UK, USA en Canada. En de opdracht die ik je hierbij geef is om 20 producten te gaan vinden uit 3 tot 5 niches door middel van de Facebook Ads Library. Natuurlijk, als je een land als Duitsland, Oostenrijk of Zweden is dat een andere taal dan Nederland en dan gebruik je precies dezelfde woorden als deze, alleen dan in de taal waarin je test vertaalt. Dus bijvoorbeeld 50% off, free shipping, etc. in het Engels voor UK, USA. Canada. Oké. Wat ik wil dat je gaat doen is je producten gaan sorteren met orders. Dus
Product nummer 1 is met de meeste orders en product nummer 20 is met de minste orders. Nou, mocht je momenteel meer dan 5 orders per dag draaien, raad ik je aan om service points te gebruiken als agents. En gebruik je hyperskew, dan kan je vanaf 0 orders per dag beginnen. Wat heel belangrijk is, is om op te passen voor verzadiging. Dat bijvoorbeeld het product niet meer dan 25.000 bestellingen heeft, zoals je ziet bij deze Toeskop. Je ziet dat hij op één single AliExpress listing meer dan 25.000 bestellingen heeft en daardoor ook verzadigd is. En dan zou ik een product niet meer gaan testen, omdat het eigenlijk te hard doodgezaald is. Oké. Okay. Wat je als laatste stap doet, en de enige stap die je eventueel kan overslaan als je product aan alle vorige criteria voldoet, maar niet aan deze stap, is 5 video's vinden op YouTube met 5.000 views in 1 jaar tijd van jouw product. Als voorbeeld heb ik hier een postuurcorrector gebruikt en hierin kan je dus een aantal video's zien in het afgelopen jaar met meer dan 5.000 views per video. Vind er minimaal 5. Nou, mocht dit niet lukken, is dit helemaal geen ramp en kan je alsnog het product doornemen naar de volgende stap. En het hoeft niet eens precies hetzelfde product te zijn als dat jij verkoopt. Het kan ook een soortgelijk product zijn waar dus veel content over gemaakt wordt. En waarom doen we dit nou? Hierin kan je dus zien of er genoeg aandacht is online voor het product dat jij wil gaan verkopen. Nou, wat wil je gaan doen nu je dit hebt gedaan? Je wil altijd het proces blijven herhalen en continu blijven zoeken van nieuwe interessante producten. En je kan continu een nieuw tabblad openen voor interessante producten in je Safari of in je Google Chrome. Als je interessante producten ziet, voeg die dan toe aan je Excel-lijst en haal ze door de IE Product Research Strategie. Herhaal deze stap met verschillende producten in verschillende niches. Het is heel belangrijk om dit te doen en ik raad je aan 3 tot 5 niches te gebruiken. Niches waar ik zelf veel in test zijn fashion, beauty, huis en tuin en speelgoed. Oké, dan hebben we nog de e-com product arsenaal lijst. En die ga je gebruiken voor eigenlijk hoe je je producten kan vinden in dat geval. Oké. Ik was even te ver gescrolld, maar we gaan nu weer rustig verder. En hoe kan je deze dus invullen? Je begint hierbij bij de productnaam, bij de niche en bij het bol revenue wat je hebt. Dat is niet optioneel. De age demographics kan je invullen via insights, Facebook ads, insights. De bol URL kan je erbij zetten, / Amazon URL, AliExpress URL, AliExpress orders, de bolprijs, de AliExpress inclusief shipping. YouTube, hoe die het daarop doet en aan hoeveel criteria die voldoet. Zo kun je eigenlijk een mooi overzicht maken van een lijst en kun je eigenlijk producten zonder emoties gaan testen. Aan de onderkant van deze video drop ik de product research Excel lijst, zodat jij deze ook voor jezelf kan gaan invullen. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vond en een van de meest waardevolle video's van dit jaar. En ik check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.